Ja, Ros, wat is het verschil met de vorige wedstrijd van afgelopen zaterdag? Ik denk voor ons, misschien verdedigen van ons was veel beter. Ik denk vanavond misschien niet heel goed, maar goed genoeg om te winnen. En ik denk ook niet zoveel balverlies als de vorige wedstrijd. En hoe komt dat dan? Ja, je weet het niet zeker waarom het gebeurt, maar ik denk misschien iets scherper vanavond met een thuiswedstrijd en met de supporters. Het is iets makkelijker om energie te krijgen en om momentum te bouwen. Dus misschien dat is een reden, maar je weet het niet zeker. So. Wat vond je van je eigen spel vanavond? Ja, ik denk ik probeer om mijn best te doen en vanavond was meer van rebounding of vechten of zo. Ik moet agressief zijn met de tegenstanders. So. Ik denk elke dag iets beter, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Wat verwacht je van de volgende wedstrijd, donderdag? Ja, ik denk een nieuwe kans voor ons om in Leiden te winnen. En we hebben morgen om te klaar worden en misschien een beetje rust krijgen. En dan donderdag weer in Leiden. Wat ga je morgen doen? Beetje ontspannen of ook nog trainen? Ja, een beetje trainen, een beetje video kijken. Ook ontspannen is belangrijk. Maar het is meer van de kleine dingen en van de tactiek of zo. En ik heb heel veel zin in de volgende wedstrijd donderdag.